Beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe instructievideo van Chef Sense. Mijn naam is Jouk en ik ga vandaag samen met jullie een heerlijke pindasaus maken. Wat hebben we hiervoor nodig? Allereerst water, pindakaas, suiker, sambal, uienpoeder, ketchup mayonaise, tomatenketchup en knoflook. Allereerst zetten we het vuur aan. Dan de stilpan. Hier voegen we water aan toe. Daarna de ketchup mayonaise. En de knoflook. Nou roeren we het geheel even door. En dan voegen we het volgende product eraan toe. Uienpoeder. Tomatenketchup. Drie theelepeltjes sambal. Suiker. En niet te vergeten de pindakaas. Wij gebruiken hiervoor lekker grove pindakaas, zodat je lekker die pinda bite krijgt in je pindasaus. En dan gewoon het lekker doorroeren. Pindasaus. Ook wel in de Nederlandse volksmond genoemd als satésaus. Officieel is het een pindasaus, want het wordt natuurlijk gemaakt van pindas. Maar wij Nederlanders noemen het graag satésaus, omdat we het over stenen gooien. Ik heb er nog wat water aan toegevoegd. Zorg ervoor dat je lekker door blijft roeren, zodat het een mooie dikke saus wordt. Uiteindelijk krijgt de saus een hele mooie structuur. En precies de dikte die we nodig hebben. Wij vinden pindasaus het allerlekkerst over de saté heen, maar wat vinden jullie? Lekker over de patat of over de rijst? Laat het ons weten in de reacties. De pindasaus is klaar. Dan gaan we hem uitschenken. Kijk. De frituurde uitjes af te maken. En een klein takje peterselie. De pindasaus is klaar. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan een blij duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag hebben we nieuwe kookvideo's van Chef Sense.